In deze video ga ik het met jou hebben over het realiseren van je doelen en droom. Of beter gezegd, waarom het zo moeilijk is om dat te bereiken. En vaak ontstaat er namelijk een vorm van verlamming. We hebben allemaal wel onze doelen, onze dromen die wij willen realiseren. Maar als puntje bij paaltje komt, als wij wakker worden en de dag beginnen, dan gebeuren er dingen met ons waardoor we het uiteindelijk niet kunnen uitvoeren. Er gebeurt iets. Je wilt misschien afvallen, maar het lukt niet. Je wilt misschien meer sporten. Maar het lukt niet. Je wil misschien een boek schrijven, maar je krijgt gewoon niks op papier. Het lukt niet om iets op papier te krijgen. Hoe kan dit? Hoe kan dit veroorzaakt worden? Nou, in deze video wil ik het met jou hebben over deze verlamming en een aantal tips geven om die verlamming te voorkomen. Maar stel je nu voor dat je dat pen en papier, dat je wel degelijk iets op papier krijgt. Dat je echt iets kunt schrijven voor jouw boek. Dat je er ook toe aankomt om naar de sportschool te gaan. Dat je er kunt afvallen. Wat het ook maar van jou is, dat je met die verlamming om kunt gaan. Een aantal grote voordelen bij het omgaan van die verlamming is natuurlijk dat je veel productiever gaat werken. Je gaat je doelen en dromen realiseren. Maar hoe zorg je er nou voor dat je echt productiever kunt werken? Op welke manier kun je dat eigenlijk doen? Begin. Dat is de tip. Begin vandaag met datgene wat je graag wil uitvoeren. Als dat het boek is, schrijf vandaag 1 bladzijde. Als dat iets anders is, is dat afvallen, begin met een stukje hardlopen. En doe het elke dag. Ga elke dag 1 minuut iets doen in de richting van jouw doel. En je zult gaan merken dat je daardoor een gedragsverandering doorgaat. Dat jouw onderbewuste veel meer bezig is met jouw doel. En dat je daardoor op termijn dingen gaat realiseren die je hiervoor niet kon realiseren. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus mijn tip is, begin vandaag. En ik kan nog een heleboel andere tips geven, maar dat ga ik niet doen. Want ik wil gewoon dat je vandaag gaat beginnen met datgene te doen wat ervoor gaat zorgen dat je die verlamming tegengaat. En door daarmee bezig te gaan, ga je merken dat je meer energie krijgt. Ook al is het maar 1 minuut per dag, je gaat merken dat je meer energie steekt in datgene wat jij wil doen. Dus begin vandaag, krijg meer energie en realiseer jouw doelen en dromen. Ik hoop dat je vandaag gaat beginnen. En verder kan ik alleen maar zeggen, heel veel succes met het doorvoeren van jouw start.